Ik kreeg net de vraag van Nathan of ik strandhuisjes.info zou willen reviewen. En ik ben de beroerdste niet natuurlijk. Dus dat doe ik bij deze. Alleen in alle eerlijkheid, Nathan, is dit een website die niet zo heel erg mooi is. Misschien vind je hem zelf heel erg mooi. Maar dat is hij niet. Dat is mijn eerlijke overtuiging, mijn mening. Het is heel druk, heel rommelig. Het ziet er een beetje uit als een 1999-stijl met een button uit 2008 bijvoorbeeld. En dus ja, veel te druk, veel te rommelig. Beetje cheap als ik eerlijk ben. Ik zou je niet aanraden om deze website te verbeteren. Ik zou je aanraden om deze website weg te gooien en opnieuw te gaan bouwen. Want dit is echt, ja, misschien een destructief advies hoor. Maar alleen, dit is echt ook al... Dit deden ze vroeger. En je hebt wel veel bezoekers, dus dat doe je wel goed. En nou, daar hebben we het niet over. Het gaat om een website review. Maar het is... ja, ik zou hem opnieuw... Ik zou een clean site maken. Niet 1001 verschillende kleuren. Niet een springend dingetje erin. Niet een nieuwsbrief ontvangen met 16 verschillende kleuren erin. Ik zou niet een teller erin doen hier beneden. Dat boeit niemand wat. Dus ergens denk ik dat je heel veel dingen wel begrijpt. Maar deze site is... ja, het is niet een mooie site. Het is veel te druk. En ja, als je meer van deze tijd... Het moet gewoon meer van deze tijd zijn. Laten we even eerlijk zijn. Ik ben nu eerlijk. Ik moet je een website review geven. Ik geef je een website review. Dus ja, maak dat gewoon beter. Dat is echt belangrijk. Dus het kan zijn dat ik je nu beledig. Dat wil ik helemaal niet. Maar ik zou hem weggooien en opnieuw bouwen. De teksten die je allemaal hebt, dat kan heel goed werken. Je pagina's kunnen bijvoorbeeld goed werken. Het kan best zijn dat het goed scoort in de zoekmachines. Dat kan allemaal prima. Zet dat allemaal over naar bijvoorbeeld een WordPress site. En dan zul je ook weer zien dat het beter gaat scoren in de zoekmachines. En dat het cleaner is en dat je hogere conversies hebt. Dus weggooien en opnieuw opbouwen. Vanaf scratch opbouwen. Goed jezelf omscholen van wat is nou belangrijk bij een website. En dat is ook wel fancy. Weet je, het is gewoon echt een oude site, denk ik, hoop ik. En ja, dus mijn advies eigenlijk voor deze website review is gewoon slopen en opnieuw opbouwen. En dan kun je best wel een succes behalen. Want ik bedoel wat ik zei, je hebt best veel bezoekers, 96.000 vanaf maart. Nou ja, dat doe je eigenlijk gewoon al goed. En dus dat betekent dat er veel potentie is. Nou, en dan opnieuw opbouwen, conversiegericht, cleaner site. Echt goede call to actions, AIDA-formule. Gewoon echt de juiste dingen doen, dan kun je heel aan het komen. En dus dat is mijn advies voor jou. Ik hoop dat je wat aan hebt. Ik hoop dat je niet hebt beledigd. Dat was natuurlijk nooit de intentie. Succes!